Iets verderop in Rijnsburg werd de wedstrijd afgelast. Maar in Katwijk schijnt de zon en aan de bal is de thuisclub via Van Dam. Die krijgt in eerste instantie de bal terug van Van Weerdenburg. Met GVVV heeft Katwijk denk ik de sterkste van de drie tegenstanders tot nu toe in deze competitie. Van Weerdenburg dreigt zich vast te lopen. Suzanne probeert het. Het is de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Het is een niet al te sterk schot van de aanvoerder van Katwijk. Het wordt simpel gestopt door de doelman van GVVV, Jansen. GVVV dat in 6 eerdere bezoeken slechts eenmaal wist te winnen. Alle andere partijen werd verloren door de ploeg uit Veenendaal. Mengerink in de slag met Adnane. En de aanvaller van Katwijk krijgt de vrije trap mee van de Winter. We zitten inmiddels in de 20e minuut. Ze kunnen het ondanks het duel van zojuist goed met elkaar vinden. En wat volgt is de vrije trap. Die wordt genomen door Suzanne. Daar is Van Noord. Die gaat vaak mee met standaard situaties. Maar die knikt hier de bal voor langs het doel van GVVV. En het zal voor de ploeg uit Veenendaal lastig zijn om te scoren tegen de Katwijkers. 0 tegen goals in de voorgaande 2. Hier een mogelijkheid voor Katwijk. En die mogelijkheid wordt benut door een verdediger van GVVV. Die zet de Katwijkers 4 minuten voor rust op een 1-0 voorsprong. Het is Hulsbos die zijn eigen doelman passeert naar de assist vanaf links van Van Weerdenburg. En daar is voor Johan Jansen geen houden aan. We zitten inmiddels 1 minuut voor rust. Dit is Lamouchi bij de tweede paal. Jeremy de Graaf die wordt een kans ontnomen door de Lange die daartussen komt. Jeremy de Graaf, de topscorer van VVOG vorig seizoen, die maakte de overstap naar Veenendaal. Ook al omdat de spits van GVVV, Ter Voort, die vanmiddag op de bank begint, verhuisde naar, jawel, Katwijk. De ruststand 1-0 voor de thuisploeg. Na rust GVVV via Van Eck. Die stuurt Lamouchi weg in de korte hoek. Een lastige bal voor Kieboom, maar dat levert geen treffer op. En wat rest is een hoekschop, maar die blijft zonder resultaat. Voor rust GVVV sowieso iets sterker. Na rust de wedstrijd iets meer in evenwicht. De volgende mogelijkheid, ook die is voor GVVV. En die is voor Brouwer. Die is na rust in het veld gekomen. En die tikt de bal voorlangs. GVVV, het mogen duidelijk zijn, op zoek naar een gelijkmaker. Lamouchi, is dat Hens? De Winter kan laten doorspelen. Dan wordt er geknoeid achterin bij Katwijk. Levert dat uiteindelijk diezelfde Lamouchi een mogelijkheid op. Maar die stuit op Kieboom. En ook de herkansing is niet besteed aan GVVV. GVVV met 3 uit 3. Katwijk de volle buit tot nu toe. Hier weg via Sanchez. Inmiddels zitten we in het laatste kwartier, de laatste 20 minuten van de wedstrijd. En Sanchez krijgt een vrije trap mee naar de overtreding van Adnane. Die reageert zich af op de grensrechter. Maar de Winter neemt dat vlagsignaal van de grens over. Een indraaiende bal, hij komt van de voet van Suzanne. Dan wordt die bal teruggeknikt voor het doel en van het doellijn gehaald door Brouwer. Brouwer die niet alleen zojuist aanvallend, maar ook nu verdedigend heel nuttig werk verricht voor GVVV. 10 minuten voor tijd. GVVV op zoek naar gelijkmaker. Katwijk countert. Mengerink. Adnane achter hem aan. Die komt te laat, maar die duwt Mengerink. Een licht duwtje. Het is voldoende voor de Winter om de bal te stip te leggen. En dat levert vervolgens een enorme discussie op. Niet alleen in het veld, maar ook vanuit de dugout bij GVVV. Is dit een strafschop of niet? De vraag wordt beantwoord door de arbiter, want de bal gaat op de stip. En 10 minuten voor tijd kan Katwijk naar 2-0. En daarvoor meldt zich Suzanne. Oog in oog met Jansen. Jansen is vroeg naar één hoek. Suzanne kiest voor de ander. En hij bezegelt met deze benutte penalty het lot voor GVVV. Prima genomen strafschop. 2-0 is meteen de eindstand. En de bank van GVVV blijft aan het einde van de wedstrijd incompleet.